Wat is er gebeurd? Is het weer de 11e verdieping? Klopt. Er is dus brand uitgebroken op de 11e etage van de flat achter mij, de, aan de Maartenhout in Stompweg in Dordrecht. Die is inmiddels ook doorgeslagen de brand naar de 12e verdieping. De brandweer doet zijn uiterste best om de brand te bestrijden. Er zijn veel eenheden te plaatsen, voertuigen. En het is een grote brand. Er komt veel rook bij vrij, wat je ook kunt zien. Rook is altijd slecht, altijd ongezond. Dus blijf ook vooral uit de rook. Dus wat de mensen thuis willen meegeven. Als je last hebt van de rook, zet de ventilatie laat je ook uit. En sluit ramen en deuren. Is het nou ook op het dak? Is het nou ook brand? Het dak nou ook? Dat durf ik nog niet te zeggen. Dat is nog te vroeg om daar echt een antwoord op te geven. Maar de brandweer is nu bezig om de blussing te doen. En het is inderdaad wel doorgeslagen naar boven, maar dat is echt een dakje geven. Nee, en er was natuurlijk gisteren ook brand op dezelfde verdieping. Is het ook weer dezelfde plek? Want het was gisteren een leegstaande woning. Vermoedelijk gaat het inderdaad naar dezelfde plek. Het is een leegstaande woning inderdaad, onbewoond. Hoe de brand kunnen ontstaan, want dat is natuurlijk beter op dit moment. En de bewoners, volgens mij is het hele gebouw geëvacueerd. Hè? Wat gaat er met die mensen zo gebeuren? Inderdaad, we zijn nog druk bezig met evacueren. Er zijn ook al een hoop mensen wel inderdaad geëvacueerd. Sommigen zijn ook nagekeken door de ambulance op rookinhalatie. En ze worden allemaal opgevangen in nabijgelegen van de Valkenkel in Dordrecht. En daar helpt de Q-bus onder andere bij. Oké, die doen het vervoer dan waarschijnlijk naar het hotel. En die komen zo met busje dan denk ik hier naartoe. Ja, mensen die zullen daar naar het hotel. Ja, en is er nog eventueel iets van gewonden? Lijkt het erop dat er gewonden zijn? Op dit moment is daar nog geen sprake van. Wat ik zei, er zijn wel een aantal mensen nagekeken op rookinhalatie door de ambulance. Dat was gelukkig allemaal goed. En verder weet ik niet op dit moment dat er meerdere gewonden zijn te treuren. Nee. En de brand, nou ja, het lijkt nog steeds om de een of andere reden verbloten ook wel steeds erger te worden. Is dat ook wat de brandweer zelf ervaart? Want je hebt natuurlijk ook die wind waar je denk ik misschien wel last van hebt. De wind speelt daar natuurlijk een grote rol in. Dan dat laat het vuur ook weer op. En dat zorgt ook voor een heftige vlam en de rookverspreiding. Of dat het ook echt erger wordt, durf ik niet te zeggen. Dat zal de tijd moeten leren. Ja, precies. Oké. En nog enig idee hoeveel huizen er onbewoonbaar zijn? In ieder geval de verdiepingen waar de brand woedt. Op dit moment kunnen die mensen voorlopig niet terug. De lager gelegen verdiepingen weten dat die mensen niet. Dat zal ook de tijd moeten uitwijzen straks. We gaan straks kijken. En dan wie weet welke verdiepingen er wel terug kunnen en wat anders zal opvang geregeld moeten worden. De Stichting Salvage is ook opgeroepen. Dus om de gedupeerden bij te staan bij de schadeafhandeling. En het regelen van extra onderkomen was het nodig moet zijn. Top, dankjewel. Was het een beetje een goed verhaal?